Ladies and gentlemen, two-time major finalist, time to meet the Warrior Wes Newton! It's time to take my soul away. But I don't hear the rap that they all say. They try to tell us we don't een vriendelijke por van Wes Newton aan het adres van deze John Part. Natuurlijk een groot kampioen John Part. Tweevoudig wereldkampioen in 2003 en 2008 won hij het PDC wereldkampioenschap. In 1994 was hij al de beste op de Embassy. Lang geleden dus, bijna 20 jaar geleden. En hij speelt dus tegen Wes Newton die twee keer de kwartfinale haalde. Onder meer bij het WK van vorig jaar. En voor velen is Wes Newton toch de favoriet. Maar goed, Part met al zijn ervaring en zijn klasse die hij nog steeds in zich heeft, moet toch gezien worden als een zeer, zeer geduchte tegenstander voor Wes Newton in deze partij. Hij heeft alles al meegemaakt en kan eigenlijk vrijuit gooien. Dat is misschien het verhaal van John Part, dit toernooi. John Part, dat zeg ik altijd, John Part kan van iedereen winnen. Dat is de klasse van deze man. Alleen, hij kan ook van iedereen verliezen. En hij is de laatste maanden gewoon niet in supervorm. En dat was hij ook niet tegen Marino Michels. Nu kan John Part zich wel ongelooflijk oppeppen altijd voor een WK. Dus hier is hij eigenlijk altijd op zijn best. Maar als je kijkt naar de wereldranglijst, kijkt naar de vorm, kijkt naar de laatste resultaten, dan moet je zeggen dat Wes Newton de favoriet is. Maar ja, wat zegt het op een WK? Krijgen we een verrassing? Of gaan we toch de verwachtingen volgen en gaat Wes Newton deze partij winnen? We gaan het zien. Deze partij in de tweede ronde, best of 7 sets. De eerste die dus 4 sets weet te winnen, gaat door naar de derde ronde. En het is Newton die aan deze wedstrijd begint. Natuurlijk ook het duel tussen Engeland en Canada. Ja, John Parr trekt toch al jaren de kar namens het Canadese darts. Ja, namens het Noord-Amerikaanse darten mag je wel zeggen. Hij is eigenlijk de enige speler van enige importantie die uit die regio komt. De man met de meeste airmiles ter wereld. In ieder geval in de dartsport. Want hij woont ook nog steeds echt in Canada. Dus hij reist nog steeds op en neer. Maar hij vindt dat niet zo erg. Een andere Australiër, of nee, ik moet zeggen een Australiër, Carl Anderson, die blijft nog even hangen om te kijken of zijn negen dart er niet geëvenaard wordt en er nog wat geld uit zijn zak gepompt wordt. Voorlopig nog steeds. Meer verdien dan hij verwacht had dat waarschijnlijk voor het begin van het toernooi. Ja, 15.000 pond heeft hij in de zak op dit moment, virtueel. Er is 30.000 pond te verdienen met een 9-darter. En er zijn er twee die hem gegooid hebben nu. Het wordt eerlijk verdeeld over het aantal 9-darters. Ja, Terry Jenkins, de andere, die begon. En, ja, ruim een uurtje later was het Anderson die hetzelfde deed. Ongehoord natuurlijk op zo'n WK. Twee 9-darters. 105 gegooid door Newton. Part met een finish. 160 om meteen te beginnen met een break. Heeft hij wel twee triples nodig. Weet hij niet te gooien. 81. Newton. Is in het doel gemist. Dat ging wel
Een dubbel 16 gegooid. En ja, zo kan het natuurlijk ook. 1-0 voorsprong voor West Newton. Ja, de beide Anderson-broers liggen er overigens wel uit. Natuurlijk de beide Aussies. Maar die hebben het toch beter gedaan. Misschien wel dan ze op voorhand verwacht hadden. Nou ja, goed. Ze hebben in ieder geval een beetje naam voor zichzelf gemaakt. Bo natuurlijk met die overwinning op Lloyd. En Kaal met die 9-darter. Ja, van de 4 Australiërs die aan het toernooi begonnen, nog eentje over. Simon Whitlock. Dat is dan min of meer ook wel de verwachte naam van de 4. Nou, op dat gebied doen de Schotten het een stuk beter natuurlijk, tot zover. Canadezen doen het ook heel erg goed. 1-1. 100%. Ja, dat is deze man. Hij was overigens de allereerste wereldkampioen hier op deze locatie, in het Alexandra Palace, deze John Part. Daarom hangt zijn banier hier ook groots in het Alexandra Palace. Naast de andere 4 banieren van Taylor, van Lewis, van Barneveld en van Priestley. Part in zijn eigen leg in de problemen. 82. Newton heeft het initiatief overgenomen. Ik kan hem als eerste gaan wegzetten. Ja, iets wat onorthodoxe werpstijl van Newton, maar hij is er wel effectief mee. Part eigenlijk al jaren hetzelfde. 38. Newton naar triple 19. Nu naar triple 18 voor dubbel 12. Nou, dat lukt allemaal niet. Dit is een beetje slordig. Alhoewel die laatste dart dan weer goed is om dubbel 10 over te laten. Part om de lek te redden. Zo lijkt het. Maar dat lukt niet. Dus 3 kansen voor Newton. 100. 20. Dubbel 5. Eén pijl nog. En met zijn derde pijl slaat hij toe. Dan heeft hij dus de eerste break te pakken. Even die blik van Part. Ik weet dat hij gebroken is. En Newton mag nu zelf beginnen. En als hij deze leg wint, komt hij dus op een 1-0 voorsprong. Dan is de kop eraf. Ja, Newton, toch als 8e geplaatst hier. Dit toernooi is na Simon Whitlock nu de hoogst geplaatste speler aan deze kant van het speelschema. 42. En als alles dus volgens de plaatsingslijst gaat, zou hij in de halve finale moeten spelen tegen Simon Whitlock. Nou ja, het gaat niet altijd en meestal niet zelfs volgens die plaatsingslijst. Anders zou het wel heel makkelijk invullen worden. Newton voor de winst van de openingsset. Triple 20 gevonden. Dubbel 18 gevonden. IJzersterke eerste set van Wes Newton. Die dus op een 1-0 voorsprong komt tegen voormalig wereldkampioen John Part. 100. Opent de tweede set met een score van 100. De Canadees. Op zich nog niks aan de hand natuurlijk. Want de eerste set was de set die Newton begon. 40.
82. Komt Newton ook op een finish? Nee dus. Nou, Paard om de nul weg te poetsen. 57. Ja, het is een beetje voortborduren op de eerste ronde tot nu toe. Voor beide mannen. Toen was het al niet wereldschokkend wat ze lieten zien. Dat is het nu nog steeds niet. Het is voor Paard wel belangrijk dat hij op het bord komt. 4-8. En dat doet hij. Ja, dat is de beste leg tot zover van de Canadees. Nou, en Newton komt meteen met het antwoord. Opent met 180. Mooi gebaar bij Paard. Die oprecht blij is met deze 180 score. Brengt hem weer in de buurt van Newton. Ja, toch bij John Paard. Je zei het al, drievoudig wereldkampioen. Maar eigenlijk sinds hij veranderd is van materiaal is het nooit meer hetzelfde geweest. Hij is met een ander soort flights gaan gooien. Dat heeft met wat sponsorverplichtingen te maken. Die flights zijn veel zwaarder. En daardoor zijn zijn darts in plaats van dat ze horizontaal in het bord landen, gaan hangen in het bord. En ik heb altijd het idee bij Paard dat het gewoon niet werkt. Maar ja, hij is drievoudig wereldkampioen. Hij weet het beter dan wie dan ook natuurlijk wat goed voor hem is. Maar hij heeft in ieder geval nooit meer zo goed gespeeld. Dat was voor die tijd. 82 voor Newton. En dan moet hij toch benen maken. 17 en tops. Een kans voor 1-1. En hij slaat meteen toe. Will Newton. Third leg is John to throw first. Game on. Nou, er wordt goed gefinished tot nu toe in deze partij. Paard 100%. 1-1. Newton 4 uit 6, 67%. Dus daar wordt weinig weggegeven. Ja, en dan is het verschil in gemiddelde dus bepalend. En dat is het duidelijk in het voordeel van Newton voorlopig. Nou, het zou toch wel een verrassing zijn als John Paard bijvoorbeeld de halve finale zou halen. Dat sluit dan weer goed aan bij onze stelling. Die we graag nog één keer bij u neerleggen. Het is eigenlijk niet echt een stelling, maar het is meer een vraag. Precies. En de vraag luidt dan ook. Wie wordt volgens jou de verrassende naam bij de halve finalisten dit jaar op het WK? Taylor is natuurlijk uitgeschakeld. Het lijkt een beetje een open race. Maar goed, met Lewis en Van Gerwen en Whitlock als belangrijkste exponenten voor de halve finale plekken. Blijft er eigenlijk één halve finale plek over. Terwijl Newton weer een keer een 180 score laat noteren. En reageert u daarom via Twitter met hashtag RTL7Darts. En dan hashtag en dan de achternaam van de verrassing volgens u. Ja, bij de laatste vier dit jaar. En de verrassing is dat iemand die niet in de top 8 van de wereld staat. Hè? Ik bedoel, dat Van Gerwen de halve finale haalt, is niet verrassend. Richie Burnett zou bijvoorbeeld een verrassing kunnen zijn. Dan tweet je dus hashtag RTL7Darts, een spatie en hashtag Burnett. Voor alle duidelijkheid,
Omdat we nog twee keer een Smith erin hebben zitten, wordt het M. Smith voor Michael Smith en A. Smith voor Andy Smith. En de Van der Voort en Van Barneveld van deze wereld, dan kunt u de voorzetsels weglaten. Zeg maar. Dus hashtag Voort of hashtag Barneveld is dan voldoende. Als u ervan uitgaat. Terwijl Newton de derde leg pakt. En dat is een lekkere voor Newton, want hij breekt paard. Als u ervan uitgaat en hoopt dat Vincent van der Voort en Van Barneveld dus de halve finale hier halen. Goeie leg van Wes Newton was dat. Die paard dus breekt. En de finishes blijven goed. 5 uit 7 nu. En twee keer op rij zo'n goede finish. Eerst die 82 op tops en daarna die 81 op de bullseye. Ja, ik blijf het zeggen, dat zijn de belangrijke finishes. Niet die finishes van 141 of 167. Die zijn mooi voor het publiek. Deze zijn belangrijk in de wedstrijd. Nou, twee matige beurten op rij van Newton. Terwijl we later vanavond uiteraard Michael van Gerwen, onze belangrijkste troeftocht dit jaar op het WK, verliezend finalist vorig jaar, in actie krijgen tegen Kevin McDine. Dat is de derde partij van de avond. Dit is partij 1. Dus ik zou zeggen, blijft u in ieder geval kijken. Want het wordt een fantastische dartsavond met hopelijk een schitterende apotheose. Ja, paard zou nu toch eigenlijk in moeten stappen. Zou de rebreak moeten zien te maken. Dan is er niks aan de hand. Staat op voorsprong. Deze door Newton begonnen lek. Dan heb je toch wel even trippeltjes nodig. 59. Maar die vindt hij niet. Nu staat de deur weer op een behoorlijke kier voor Newton. Newton mag zo dadelijk gaan gooien voor de winst van ook de tweede set. Een paard. Geen trippels. 144, Newton. Dubbel 20 gevonden. En de tweede, dubbel 12 voor een finish van 144 en de tweede set, nee. Dus krijgt paard wellicht één kans op een dubbel. Dan zal hij eerst zijn trippels moeten vinden. Want dat lukt hem niet. En dus Wes Newton voor een 2-0 voorsprong. Dan is hij halverwege. En dubbel 12 gegooid. Hij blijft onverminderd goed op zijn dubbels. Paard zit in de problemen. 2-0 voor Wes Newton in deze partij in de tweede ronde van het WK Darts. Zelfvertrouwen zal er zijn bij Newton. Na dat goede begin van deze wedstrijd. Met name natuurlijk opvallend. Goed scorend op zijn dubbels. Ja, voor paard geldt dat ook. Maar goed, die heeft pas één keer een kans op een dubbel gehad. En die pakte die ook. Dat is ook de enige leg die paard tot zover gewonnen heeft. En goed, dan weet je dus ook dat alle darts die paard gegooid heeft zo'n beetje scorende darts zijn geweest. En als je dan een gemiddelde gooit zoals hij van 88 over de eerste twee sets, ja, dat is gewoon niet genoeg. We hebben vanmiddag wedstrijden gezien waarin spelers een gemiddelde van 96 gooiden met dubbels. En dan zeiden we, wow, hij is niet eens zo echt in vorm. De standaard van tegenwoordig is gewoon minimaal 95. En bij 100 beginnen we enigszins enthousiast te worden. En pas bij 110 gaan we staan. En buigen. Dat doen we bij 120. Oké. Okay. 140. Winnaar van deze partij speelt in de derde ronde 100. Tegen Rob Thornton. Wager 161. Het is Newton die op een finish staat. Triple 20 gevonden. 17 miste die. 123. Goed, paard staat niet op een finish. Dus lijkt het Newton te zijn die de openingslijk van de derde set gaat pakken. Een paard is niet ten goede doen. Zo wordt het eigenlijk al duidelijk vanaf de eerste pijl in deze partij. Newton, dubbel 19. 6, dubbel 16. Nou, dat is een redelijk unicum tot zover in deze partij. Newton die zijn dubbel niet gooit. Paard, ja, dit zijn minieme kansjes. Paard
39. Weer drie pijlen 32. Voor dubbel 16. Wes Newton, de man uit Blackpool. Games on the first leg. Wes Newton. De 1-0 voorsprong voor Newton. En Paard zal toch niet echt afgeslacht willen worden. Ja, zo langzamerhand wordt het voor Parts heel belangrijk om zijn eigen legs te gaan houden. Nou, moet ook een keertje Newton onder druk gaan zetten om een break te forceren. Daarbij is dit van belang. Die eerste pijl onder in de triple 20. Dan kan die ze op elkaar stapelen. Dan moet Newton een beetje de verdediging zien te krijgen. Newton is nu alleen maar op zijn gemak. 100. Geen moment in de problemen geweest nog. Part. De eerste trippel erin. De tweede er ook in, maar niet de goede trippel. Dus moet hij hem wegzetten. Hij heeft wel wat ruimte nu. Newton op 161. Dat is ook niet een finish die hij iedere dag een paar keer gooit. Maar dat doet hij dus ook niet. Paard, dubbel 8, om er 1-1 van te maken in set 3. En dat doet hij met zijn tweede pijl. Opluchting, duidelijk te zien bij de Canadees. Bloeden is in ieder geval even gestopt. 81. Ja, langzaam zie je die verbeterde trek ook een beetje om de mondhoeken komen. 80. Ja, dit ziet er wel makkelijk uit. Ogenschijnlijk moeiteloos. 80. Maar, kijk. 140. Ja, toch prettig die laatste triple 20. Het is eerst aan Newton. Triple 20 gevonden. 120. En laat dubbel 10 staan als hij er voor terug mag komen. Part mag het eerst proberen. Voor de derde break op rij in deze set. Hij heeft de triple 20 erin zitten, dan moet hij naar de 11 toe. Daar vangt hij de triple en dat betekent dubbel 14 over. Oeh, en die zit net aan de binnenkant. Dubbel 5, Newton. Nee. En dus Paard met de kans om op 2-1 te komen. Daar maakt Newton voor het eerst in de partij een fout. En Paard profiteert meteen. En zo hebben we toch weer een klein beetje een wedstrijd. Zeker als Paard de volgende leg ook weet te winnen. Of in ieder geval een van de komende twee legs. Want dan komt hij helemaal terug in de wedstrijd. Wat betreft het beginnen en het scoren, het winnen van de set. Kijk hoe die eerste pijl bij Paard erin staat. Hè. Die staat zo ver naar onder hangend. Zo hebben ze nooit gestaan bij John.
Op het moment dat je de 19e beeld hebt, zie je de flight van de 20 gewoon nog hangen. Of hij hem dan net verkeerd vast heeft, of dat hij misschien toch langs zijn bril gaat. Kijk, dit staat redelijk recht. En dan moet hij naar beneden, dat weet hij ook, omdat hij er niet onderdoor komt. 46. Maar met name die laatste, die maakt dan weer zo'n rare duikvlucht als het ware. Geen trippels gevonden door John Part. En dan laat hij toch weer een beetje liggen in deze leg waarmee hij de set binnen had kunnen slepen. Newton weet dat er nog van alles te halen is in deze set. Staat op een finish van 111. En dit is dus de leg die Part is begonnen. En die zit toch alweer in de achtervolging. En Newton heeft alle tijd voor 111. En hij gooit er gewoon uit. 111. 2-2. En dan heeft John Parr dus twee keer op een voorsprong gestaan in de set die Newton is begonnen. En twee keer gooit hij er zelf patat lekker achteraan. Ja, als je dat blijft doen, dan kom je niet terug in de wedstrijd. Of hij moet nog een keer een break kunnen plaatsen. Maar het gebeurt van Newton. Twee trippels. En 140 scoren. Brengt hem op 104 punten voor Newton. Wat is dit een rare set dan tot nu toe? Waarin beide spelers in hun eigen legs de trippels niet lijken te kunnen raken. Zodra een andere leg begint, kost het geen moeite. Gaat die laatste pijl. Daar baalt hij van en terecht. Geen finish voor de Canadees. 30 van Newton. Dat is ongelooflijk eigenlijk. We maken er niks van in deze fase. Allebei niet. En dus lijkt het een loterij deze set. Maar is het wel een uitermate belangrijke set qua uitkomst? Wordt het 3-0 of wordt het 2-1? Ja, twee hele slechte scores van Newton in deze leg. En nog is hij niet kansloos. Dan heeft hij nu wel een triple nodig. Of de boel ervan afhalen. En 130 laten staan. En daarop gokken. Ja, dat doet hij dus. Park mag als eerste. Voor de Shanghai 20. Triple 20 voor tops. Nee dus. En dus Newton voor de set. In een set die beide kanten op kan gaan. Newton begint met de triple 20. Nog één erbij, dan mag hij naar dubbel 5. Newton, nee. John Part, twee pijlen voor tops. Om terug te komen tot 2-1 in sets. En dan doet hij toch weer mee. Zo. Zet er ook maar net in. Net erboven. Ja, die zit er ver boven. Valt hier het doek, tenminste voor een groot gedeelte. Het zou zomaar kunnen. Newton. John Part in grote vorm gooit het uit. En Newton doet wat hij moet doen. Nummer 8 van de wereld, dan ben je ook aan je stand verplicht om dit soort kansen te pakken. En nu wordt het echt een helse klus voor John Part. Zeker in de vorm waarin hij steekt. Doet dit het ergste vrezen voor zijn overlevingskansen hier bij dit WK. 81.
En ook als je het gemiddelde ziet van Part, ruim onder de 90. Ja, dan doe je niet mee. 60. Zeker niet tegen een topper van dit moment, als Wes Newton toch is. Ondertussen hebben we aan het begin van de vierde set, want daar zitten we inmiddels, toch ook even een tussenstandje op onze huiskamervraag. Want zo noem ik het dan maar eventjes voor vandaag. Wie wordt de verrassing in de halve finale? Dat is de vraag die we u gesteld hebben. U kunt nog altijd naar ons twitteren, hashtag RTL7Darts. En dan ook in dezelfde tweet de hashtag met de naam van de speler. Op dit moment bovenaan, maar het is echt ongelooflijk spannend, staat Michael Smith. Die krijgt voorlopig 20% van de stemmen. 19% van de stemmen gaan naar Peter Wright. Ze zit echt heel dicht bij elkaar. Richie Burnett zit op 15%. En Ian Wright zit op 12%. Gevolgd door Gary Anderson op 11%. Het zit echt heel dicht bij elkaar. Dus als u nog het verschil wilt maken, dat kan absoluut nog de rest van de avond. En dan gaan we na de laatste partij uiteindelijk de eindstand opmaken. Het zit dus heel dicht bij elkaar. En dat betekent, zo interpreteer ik het dan maar even, Albert. Mensen thuis weten het ook. Het is gewoon een verrassing. Part, dubbel 6. Ja, en dit is toch weer een goede leg van Part. Waardoor die op een 1-0 voorsprong komt. Mag dus geen set meer verliezen. Anders ligt hij eruit. 140. Ja goed, John Part is nooit de speler geweest die de ene 12-darter aan de andere 12-darter reikt. Het is een man van de constantheid. En dan zijn dubbels en zijn kansen pakken. Maar hij moet wel een beetje power in zijn spel hebben om ook wat druk te zetten op zijn tegenstander. En dat doet hij net te weinig voor mijn gevoel. Kijk, dit is soepel, dit is snel. Hop, hop, hop. En dan zie je ook, dan valt het dus. Ja, Roland zei het al aan tafel en daar geef ik hem absoluut gelijk. Het is wel een vechter en een bijter. Hij gaat niet opgeven. 57. Ja, goede switch naar de 18. Maar dat kun je aan John Part wel overlaten. Die het rekenen absoluut goed onder de knie heeft. Tussen de wedstrijddagen door geeft hij ook commentaar bij onze collega's in Engeland. 45. Johnny dus dat zit wel goed. Newton krijgt zo dadelijk de kans om 119 uit te gooien. 58. Roger Kwan 119. Eens kijken of hij daarin gaat slagen. Begint op de triple 19, die vindt hij. Triple 12 net gemist, bullseye. En die gooit hij. En weer een sterke finish, 119. En 1-1. De druk wordt natuurlijk ook steeds groter nu voor John Part. Die weet dat hij eigenlijk niks meer weg mag geven. Nee, dan is dit nog de makkelijke set, want hier hoeft hij alleen maar zijn eigen legs te houden. Hoeft hij Newton niet te breken. Ja, het is net zoals je dat wel eens in films ziet. Iemand die over zo'n dakrand valt en dan hangt hij aan die dakrand. En dan langzaam maar zeker voel je het of uit je handen glippen of je klimt er weer op. 60. Ja, misschien met een beetje hulp van je tegenstander. Dat is ook als weer wat makkelijker om naar boven te klimmen. Ja. Ja, 60.
dan zie ik graag dat hij die laatste er lekker oplegt. Zoals hij dat kan, John Part. Ja, dit is Newton. Die ziet dat de triple 20 gevuld is en dan eieren voor zijn geld kiest en naar de 19 gaat. En Part moet nu echt wel met triples gaan komen. Eentje. Part zal hem goed weg willen zetten. Newton staat op een finish van 153. Heeft hij nog een kans zo dadelijk, Part, om zijn eigen leg te winnen. 65. Where's your require 153? Ja, hij krijgt die kans wel, maar ja, dan moet hij toch weer vanaf 119 doen. Nou, dat gooide Wes Newton zojuist uit. Dus hij weet in principe hoe het moet. Het is hem net voorgedaan. Hier triple 20 en tops. Net niet. Net boven het ijzer. Die ook. Ja, daarom schrijf je nou precies de wedstrijd van Part eigenlijk mee. Net niet. Newton, bullseye heeft hij erin zitten. 12 of 4. Hij kiest voor 4 en tops. Ja, hij zit gewoon in een goede flow, Newton. En Part ziet de wedstrijd uit zijn handen glippen. 3-0 in sets, 2-1 in legs. Allemaal in het voordeel van Wes Newton. En die mag nou gaan beginnen aan deze leg. En als hij hem wint, dan staat hij in de derde ronde. En hij opent werkelijk schitterend met 180. Gooide een 9 dart dit jaar, Wes Newton. Bij de UK Open. Buiten het zicht van de camera overigens. Ja, dus hij roofde wel de pot leeg, maar niemand heeft het gezien. Behalve zijn tegenstander Adrian Lewis. Die ook nog eens de wedstrijd won. 60. En volgens sommige kenners was dat de ommekeer voor Lewis. Vanaf dat moment is hij beter gaan spelen. 97. Laten we niet vergeten dat we nog 2 wedstrijden te gaan hebben na deze partij. En er moeten spannende wedstrijden komen vandaag. En ik denk dan dat het moet komen uit de tweede partij. John Henderson tegen Mark Webster. 2 prachtige spelers die er ongetwijfeld een mooie pot van gaan maken. En mocht dat dan ook nog geen wedstrijd worden, dan hebben we altijd nog de groene machine achter de hand. Die sowieso voor een mooi einde van de dag gaat zorgen. En dan hebben we natuurlijk over Michael van Gerwen. Onze landgenoot die Kevin McDine als tegenstander weet. Dat is de derde en laatste partij van deze dag. Part niet op een finish. Newton mag gaan voor de wedstrijd. En een plekje in de derde ronde tegen Rob Thornton. Zometeen zijn dit de laatste pijlen van Part op dit WK. Het zou zomaar kunnen. 82. Dan zou dit uitgegooid moeten worden door Wes Newton. Triple 19 en dubbel 12. Ja hoor. Nee. Maar goed, kijk waar Part op staat. 126. De laatste strohalm. Die scheuren vertoont. Triple 19 gevonden. Bullseye. John Part. Nee, ver er vandaan. En dus 3 pijlen voor de wedstrijd. Voor Wes Newton uit Fleetwood Blackpool. Voor een plekje in de derde ronde. Dubbel 6. Het zal toch niet? Het zal toch niet? Part, de kans om er 2-2 van te maken. Neemt even zijn tijd. Weet dat hij nog in leven is. Slipt het een beetje uit zijn hand, die pijl. En die gooit hij aan de binnenkant. En dat kan hij niet meer uit. 19. Was he required? Ja, het is worstelen. En niet bovenkomen voor Part. Newton, maak het dan maar af. En dat gebeurt. Met dubbel 3 beslist hij de wedstrijd. Wes Newton
wint van tweevoudig PDC-wereldkampioen John Part in deze partij in de tweede ronde. En gaat door naar de derde ronde. En dus ligt de Canadese hoop in bange dagen uit het toernooi. Deze man, John Part. Wes Newton, door naar ronde 3. Hier in Alexander Palace in Londen.